Dank u, meneer de voorzitter, voor deze intro. Ook bedankt aan de juryleden voor jullie aanwezigheid. En bedankt ook aan alle mensen thuis of op het werk om mee te kijken. Mijn onderzoekswerk heeft een vrij uitbundige titel. Co-ontwerp van geïntegreerde CG by Siemens hoge snelheidsschakelingen en siliciumgebaseerde Mach-Zehner-modulatoren voor optische verbindingen. Het zal dus gaan over hoge snelheidsschakelingen, modulatoren en optische verbindingen, heel specifiek voor datacenters. En het laatste jaar hebben we massaal gebruik gemaakt van datacenters door dit kleine virusje die ons thuis hield. We zijn massaal beginnen werken van thuis, massaal les beginnen volgen. Ook contact met vrienden, met familie, met ouders ging via het internet. En we hebben ook massaal Netflix gekeken. Als het coronavirus ons in het laatste jaar dus één iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel hoe cruciaal het internet wel niet is in onze moderne maatschappij. De cijfers liegen er dan ook niet. In maart 2020 was er een toename van 40% in het internetverkeer op de grootste Europese knooppunt. En ook in de VS zien we gelijkaardige trends. Van de trafiek naar de grootste websites, Facebook, Netflix, YouTube, dan zien we rond maart dat het trafiek gewoon explodeert. Nu, het internet is een vrij complex geheel. Dus ik zal eerst een beetje een intro geven over internet, datacenters en optische verbindingen. En daarna kunnen we gaan duiken in de modulatoren en drivers. Maar dus eerst het internet. Het internet bestaat uit lagen. Ja, ik zit nu in ons prachtige labo, zoals u ziet, en ben via daar geconnecteerd op het internet. Mensen thuis zijn ook via het internet geconnecteerd. Sommigen misschien via hun smartphones. En natuurlijk ook al onze favoriete internetapplicaties, zoals Netflix, Facebook, Google, ook die zijn met het internet geconnecteerd. Die buitenste laag is de access-laag, de toegangslaag. Alle verbindingen naar de gebruikers. De tweede laag, dat zijn de verbindingen tussen steden. Dat is de metrolaag. Vergelijk dit een beetje als internet expresswegen tussen steden. En dan hebben we de kernlaag, de core layer. Dit zijn de verbindingen tussen landen, tussen continenten, de autostrades van het internet. U hebt het nieuws misschien vandaag gelezen. Het was een cyberaanval op Belnet. En Belnet beheert eigenlijk het Belgische knooppunt binnen dat core-netwerk. Dus laten we hopen dat de cyberaanvallers ons voor de komende uur toch op zijn minst gunstig gestemd zijn en geen extra aanvallen meer uitvoeren. Want dat kan vrij desastreus zijn voor het Belgische internet. Nu, u hoort mij spreken over autostrades, over expresswegen. We hebben een heel aantal verschillende verbindingen binnen dat internet. De eerste verbinding zijn de draadloze, via onze smartphones. Dat zijn de laagste snelheden. De tweede type verbindingen, dat zijn de verbindingen naar de consumenten toe. De verbindingen die bij u thuis binnenkomen, zij het koper of voor de gelukkigen onder ons misschien al glasvezel. Dan de verbindingen tussen steden in het metronetwerk. Dat is glasvezel, maar natuurlijk hebben die verbindingen een veel hogere capaciteit dan hetgeen die in de straat ligt. En het core-netwerk, dat is het kaliber transatlantische verbindingen, optische verbindingen met een enorme capaciteit. Nu, die datacenters, die moeten heel veel gebruikers tegelijkertijd. Dus die zijn vaak met optische verbindingen bijna rechtstreeks op dat metro-netwerk geconnecteerd. En de datacenters, dat wordt het speelterrein van dit onderzoek. Nu, zoals ik al zei, die datacenters ondersteunen alle internetapplicaties, waaronder dus ook deze Teams-vergadering. Om een idee te geven, heb ik hier een foto van het Google datacenter in Saint-Guilain, Henegouwen. Een domein van 90 hectare groot en Google heeft er tot nu toe 1,6 miljard euro in geïnvesteerd. Wat bevindt zich in die grote loods? Wel, rekken. Rekken vol met computers, met servers. En in zo'n groot datacenter, of zelfs nog grotere datacenters, bevinden zich
duizenden van dit soort geïnterconnecteerde servers. Dus schematisch ziet dat eruit als volgt. We hebben hier alle servers en hier een vrij complex netwerk met allemaal verbindingen en dan één of meerdere verbindingen naar buiten toe. Hoe werkt het concreet? Stel dat wij een film willen bekijken. Het is vandaag toch Star Wars dag, dus we willen de eerste Star Wars film bekijken. Nu, in dat datacenter ontstaat er een enorme activiteit en verschillende servers zullen moeten samenwerken om die film tot klaar te maken en tot bij ons te krijgen. Daarvoor communiceren ze over het interne netwerk en om één film naar buiten te sturen, moet er eigenlijk een equivalent van 5 à 6 films over dat interne netwerk vloeien. Dus die verbindingen in het datacenter staan onder enorme druk. Die verbindingen maken deel uit van dit onderzoek. En die verbindingen worden vaak ook gerefereerd als datacenter interconnects. Je vindt die bovenaan de rekken met servers. Nu, de vereisten zijn niet min. De snelheden dat zo'n verbinding moet aankunnen zijn zeer hoog. Tot 20.000-tal HD-streams van Netflix tegelijkertijd. Afstanden tot 2 kilometer. Want ja, als je maar 10 meter kunt overbruggen in zo'n groot datacenter, ga je niet zo heel ver raken. Ze moeten compact zijn en het energieverbruik moet heel laag zijn. We kunnen niet een kernreactor naast ons datacenter plaatsen. Daarom maken we heel graag gebruik van optische vezel in combinatie met pluggable modules. Zo'n pluggable module wordt in de switch geschoven, die aan de bovenkant van het rek zit. En aan de achterkant wordt dan de fiber erin geschoven. Dit is beter. Goed, om het u eventjes voor te stellen, heb ik hier een standaard internetkabel, zoals u die ook bij u thuis vindt. En dit is één enkele glasvezel. Nu, u ziet al het verschil. Deze is veel dunner, is veel lichter. En eigenlijk het geel is de bescherming. Het echte glasvezelstukje is doorzichtig en voor deze camera zeer moeilijk zichtbaar. Dus dit is eigenlijk al één belangrijke reden. Dan zo'n pluggable module. Dat ziet er ongeveer zo uit. En deze vertaalt eigenlijk de serversignalen naar de optische signalen. Alle elektronica die we binnen dit onderzoek ontwikkelen, moet dus passen in zo'n module. Als het er niet in past, dan zitten we met een serieus probleem. Oké, nu, die compactheid, dat is niet de enige reden waarom dat glasvezel zo interessant vinden. Glas heeft al een enorme geschiedenis achter de rug. De eerste glasproductie komt eigenlijk van de Egyptische periode. En u ziet hier zo'n glasscherf. Mochten we daar glasvezel van maken, dan zouden we niet verder raken dan een paar centimeter, vooraleer dat ons licht niet meer door de vezel raakt. Een van de hoogtepunten was natuurlijk de Venetiaanse periode. Glaskunst is redelijk veel vooruit gegaan. Dus met glas uit deze periode kunnen we al een paar meter ver geraken. Door de geavanceerde productietechnieken in de jaren 70 kunnen we voornamelijk ontwikkeld in de jaren 70, kunnen we nu bereiken van 15 tot 15 kilometer halen, vooraleer dat we de helft van ons licht verliezen. Nu is het wel zo dat we geen zichtbaar licht meer gebruiken, maar infrarood licht. Eigenlijk, het licht zelf zit in een binnenste kern, die een diameter heeft van 0,01 mm. Rond zit de mantel, die ervoor zorgt dat het licht in de binnenste kern blijft. En die heeft een diameter van ongeveer 0,1 mm. En al de rest is voornamelijk bescherming. Dus dit is een enorm compacte manier om licht te versturen. Dan de optische link. Wel, we maken eigenlijk heel graag gebruik van lasers. Die kunnen zeer puur, zeer kwalitatief licht genereren. Nu, die kun je niet rechtstreeks aansturen. We moeten een soort van vertaalstap doen. We moeten een driver gebruiken die de elektrische signalen van de voorgaande blokken gaat versterken, om zo de laser aan te sturen. Ja, glasvezel wordt eigenlijk vaak op een spoel opgerold. En dan met de fotodiode, dat is eigenlijk een soort van zonnepaneeltje die het inkomend licht gaat omzetten naar een elektrische stroom
die elektrische stroom wordt in een transimpedantieversterker omgezet naar een spanning en versterkt. Nu, op zeer hoge snelheden zien we dat die lasert moeilijk. Dat de signaalkwaliteit eigenlijk niet is hetgeen wat we willen. Daarom wordt er ook vaak gebruik gemaakt van een externe modulator. De laser wordt gewoon aangezet en blijft aan. En via deze modulator gaan we het licht doorlaten of tegenhouden. De modulator wordt aangestuurd door de driver. Dit geeft een hogere flexibiliteit en een hogere signaalkwaliteit, zeker aan hele hoge snelheden. Hoe werkt het nu concreet? Stel, het is nog steeds Star Wars dag, dat Darth Vader de slechterik een nieuw ruimteschip gekocht heeft. Daar een foto van en wil daar natuurlijk wel een beetje bij opscheppen bij zijn slechterik collega's. Dus hij wil die foto versturen. In zijn computer wordt die foto omgezet naar nulletjes en eentjes. Binaire data. Die binaire data wordt in een golfvorm omgezet, naar de driver gebracht. Die driver zal er een sterkere golfvorm van maken en dan zal via de modulator het licht aan en uitgezet worden. Nu, het valt op dat die overgangen tussen die nullen en die enen, die zijn niet oneindig steil. Die hebben een bepaalde steilheid, die flanken. En dat komt eigenlijk doordat de driver een beperkte bandbreedte heeft. Een beperkte reactietijd om van 0 naar 1 te gaan. Maar ook die modulator heeft een beperkte reactietijd. Dus we zien dat door die verschillende componenten na elkaar te plaatsen, dat die flanken minder steil worden. De glasvezel zal voornamelijk de signalen verzwakken. Dan komen we hier aan onze fotodiode. Ja, daar krijgen we een vrij zwak signaal uit. En je ziet ook dat die flanken nog vlakker geworden zijn. En onze transimpedantieversterker zal de fotostroom omzetten naar een spanning, versterken. Dan kunnen we de nulletjes en de eentjes er terug uithalen. En krijgen we in de ideale wereld ons ruimteschip terug. Nu, hoort het mij al zeggen, de ideale wereld. In werkelijkheid kan het wel zijn dat er een foutje gebeurt en dat we dus bits fout detecteren. Dat een nulletje een eentje wordt of vice versa. En dan gaat het ruimteschip de mist in. Nu, het is heel belangrijk om dat soort dingen te vermijden. En dat begint eigenlijk al bij deze golfvormen. We willen deze golfvormen zo goed mogelijk, zo kwalitatief mogelijk. Maar dit is zeer moeilijk te zien. Deze golfvorm zou je wel kunnen zeggen, dit is beter. Dus gaan we een betere manier. We gaan een oogdiagram maken. Ik heb deze golfvorm hier genomen en ik heb die uitvergroot. En ik ga die ook in stukjes knippen. Het eerste stukje ga ik kopiëren en plakken. Met het tweede stukje ga ik hetzelfde doen. Ik ga die kopiëren en plakken over het eerste stukje. Dan ga ik datzelfde doen met het derde en het vierde stukje. En u ziet hier al een beetje een oog ontstaan. Een beetje te vergelijken met het oog van een kat. Het grijze gedeelte hier. Als de ontvanger op dit tijdspunt kijkt, kan hij een nulletje of een eentje onderscheiden. Nu, dit is terug de ideale wereld. In de werkelijkheid is er ook ruis. Denk maar aan uw radio die soms, terwijl je aan het rijden bent met de auto. Dus hier hebben we ook ruis op de ogen. Dit is het zenderoog. We kunnen nu hetzelfde doen voor het oog aan de ontvanger. En dan zien we dat het kleiner is. Het is ruiziger en die flanken zijn veel minder steil. De grijze zone is een heel stuk kleiner. Met andere woorden, de kat is in slaap gevallen. En dat willen we niet echt. Dit was ongeveer hoe dat een optische link werkt. In dit doctoraatsonderzoek gaan we ons vooral focussen op de zender, de driver en de modulator. We willen hier zo kwalitatief mogelijke ogen genereren. En liefst aan een hoge snelheid, liefst heel compact, want het moet in deze module passen. En liefst ook, als het kan, aan een laag energieverbruik. En dat vereist eigenlijk een zeer goed, zeer zorgvuldig ontwerp van zowel de driver als de modulator. Moeten als het ware voor elkaar gemaakt. Dat is co-design. Laat ons beginnen bij de modulatoren. Zo'n elektro-optische modulator, eigenlijk is dat een soort van blok waarmee je een lichtgolf kunt beïnvloeden aan de hand van een elektrisch signaal. Er zijn twee basisblokken. Het eerste is de fasemodulator. Je ziet hier een prachtige inkomende lichtgolf, een continue lijn. En de fasemodulator
zal die lichtgolf gaan vertragen aan de hand van de aangelegde spanning. Dus deze piek bevindt zich eigenlijk later in de tijd. Een tweede klasse zijn de intensiteitsmodulatoren. Dus de inkomende lichtgolf zal, afhankelijk van de aangelegde spanning, meer of minder verzwakt worden. Nu, op basis van hetgeen ik heb uitgelegd aan de optische link, zou je kunnen zeggen van wij willen de intensiteitsmodulator. De fasemodulator interesseert ons. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Laten we toch eerst een keer die fasemodulator van dicht kijken, vooraleer we een oordeel vellen. Het is namelijk zo dat als we twee fasemodulatoren in deze configuratie zetten, dat heet een Mach-Zehnder-modulator, kunnen we ook het inkomend licht gaan verzwakken. Het werkt als volgt. Dus het inkomend licht wordt in twee gesplitst. Nu, als we de fasemodulatoren niet aansturen, dan gaan die beide golfvormen, die beide lichtgolven, dezelfde vertraging ondervinden. Je ziet dat deze piek hier later in de tijd ligt dan hier. Deze piek en deze piek stemmen mooi overeen. Ze zitten op hetzelfde moment in de tijd. Als we die twee golven combineren, moeten ze dan optellen, dan krijgen we onze originele golfvorm terug. Dit is constructieve interferentie, of een zeer duur woord voor we hebben eigenlijk niet zoveel gedaan. Het tweede geval is dan dat we een positieve spanning aanleggen aan de bovenste fasemodulator. Deze zal dus meer vertraging introduceren, waardoor deze piek later in de tijd ligt. Aan de onderste fasemodulator doet het omgekeerd. We leggen een negatieve spanning aan, zodanig dat die minder vertraging introduceert en dan ligt die piek eerder in de tijd. Als we ze nu willen combineren of optellen, dan moeten we gaan kijken dat dit dal en deze piek stemmen overeen. Dus als je ze optelt, komt er niets meer uit. Dat is destructieve interferentie. Nu kunnen we de hele ingangs-uitgangskarakteristiek weergeven. Dus als we geen elektrisch signaal aanleggen, kwam er licht uit, constructieve interferentie, dat is een optische 1. Maar als we een bepaalde spanning aanleggen, komt niets meer uit de modulator, destructieve interferentie of een optische 0. Nu, zo gaan we onze modulator eigenlijk niet gebruiken. In de praktijk gaan we hier een heel kleine fasemodulator toevoegen, waardoor dat de 0 in het midden ligt. De negatieve kant is dan optische 1, de positieve kant is onze optische 0. Nu, stel dat we minder spanning aanleggen of dat de fasemodulator niet volledig aan die constructieve of destructieve interferentie raakt, dan zal deze 1 lager liggen en deze 0 hoger. Dan zullen onze 0 en 1 dichter van elkaar komen te liggen en wordt ons oog kleiner. Deze instelling met de 0 halverwege heet een kwadratuurinstelling. Goed, welke modulator kiezen we nu? Ik heb de keuze natuurlijk nu een heel stuk moeilijker gemaakt. Op basis van grootte. Dus dit is een silicium Mach-Zehnder modulator en dit is een silicium germanium elektroabsorptie modulator, intensiteitsmodulator. Beide zitten op hetzelfde productieproces. Deze is een tiende van een millimeter groot. Deze is enkele millimeter groot. Dus hier is de intensiteitsmodulator aan. Qua energieverbruik is het ook veel eenvoudiger om een kleine structuur aan te sturen dan zo'n heel grote structuur. Vooral op zeer hoge snelheden. Dus hier ook wint de intensiteitsmodulator. Nu, qua fabrikage, en zeker in silicium, is die Mach-Zehnder-modulator een stuk eenvoudiger. Voor de elektroabsorptiemodulator heb je extra materialen nodig. Dus ik heb je de intensiteitsmodulator een neutraal gezichtje gegeven. Qua signaalkwaliteit is de Mach-Zehnder-modulator beter. Gewoon puur qua ogen, maar door het feit dat we hier twee fasemodulatoren gebruiken die intensiteitsmodulatie maken, kunnen we ook die twee fasemodulatoren gebruiken om fasemodulatie te maken. Dat is een zeer handige eigenschap, zeker naar de toekomst toe. Dus hier wint de Mach-Zehnder. En dan het laatste, golflengtegevoeligheid. U weet dat infrarood licht, waar ik in het begin over praatte, dat heeft eigenlijk verschillende kleuren. En als die kleur een beetje varieert, zal de Mach-Zehnder-modulator daar minder last van hebben dan de intensiteitsmodulator. Nu, door het feit dat die Mach-Zehnder-modulator iets minder gevoelig is aan die andere kleuren, betere signaalkwaliteit heeft. En zeker ook naar de toekomst die extra mogelijkheden en
door de eenvoudige fabrikage hebben we in dit doctoraatswerk gekozen voor deze Maxene-modulator. Nu, er valt voor de aandachtige kijker misschien toch al iets op. Ik heb hier hele kleine fasemodulatoren gebruikt. Terwijl op deze echte Maxene-modulator zijn dat vrij lange lijnen. Ja, in werkelijkheid is het dus hebben we heel lange fasemodulatoren. En dit heet dan eigenlijk een lopende golf Maxene-modulator. Optische lichtgolf komt binnen en zal doorheen de fasemodulator lopen. De elektrische golf wordt hier aangesloten en zal ook over de hele lengte van die fasemodulator. Nu, het elektrisch signaal zal dus het optisch signaal beïnvloeden over de hele lengte van deze fasemodulator. Op het einde dan hebben we de maximale fase opgebouwd en hopelijk zetten we dan aan constructieve en destructieve interferentie, zo niet ook een beetje kleiner zijn. Maar op het einde wordt die fase dan omgezet naar intensiteit. Dit was iets te snel. Nu, die elektrische en optische golven die naast elkaar lopen, daar kan zeer veel fout bij. En om dat goed te begrijpen, heb ik een manier gevonden met treinen. We hebben een elektrische trein en een optische trein. De elektrische trein is gevuld met zand. En het is de bedoeling, terwijl die treinen rijden, om het zand van de elektrische trein over te scheppen in de optische trein. We willen als het ware de optische trein vullen met fase. We willen fase opladen. Dus twee treinen rijden naast elkaar, het zand overscheppen lukt en we zijn op het einde van de sporen. Korte sporen, maar we hebben een beetje zand in de optische trein kunnen krijgen. De fase wordt omgezet naar intensiteit en we krijgen er een oog. Nu, zoals ik al zei, klein beetje fase, dus die ogen gaan ook niet super groot zijn. Om grotere ogen te creëren, hebben we meer spoor nodig, dat we meer zand kunnen overscheppen. Dus onze treinen kunnen een beetje langer rijden. Een grote hoop zand in onze ogen, heel veel fase, dus heel grote ogen. Nu, op zo'n heel lang spoor kan er heel erg veel fout lopen. Het eerste die kan fout lopen is de wind. Wind kan zand blazen uit die E-trein. En al het zand die weggeblazen wordt, kun je niet meer overscheppen. Met andere woorden, op het einde heb je minder zand in de optische trein, minder fase, kleinere ogen. Een tweede probleem, en dat is iets die je vaak ziet rond stations, is dat de treinen niet met verschillende snelheden rijden. Dus het kan zijn dat die E-trein iets sneller is dan de O-trein. En als die E-trein een beetje voor is, wordt het al moeilijker om dat zand over te scheppen. Ja, tegen het einde, ja, die E-trein komt op het einde, dus ja, dan stopt het overladen. En hebben we dus ook weer maar een klein beetje fase in die O-trein en hebben we dus kleine ogen. Een derde iets die kan fout lopen, is de spoorovergang. Dus je ziet hier, ja, die E-trein komt van de driver en die sporen moeten hier mooi aansluiten. Als die niet goed aansluiten, dan zal die E-trein wagon wiebelen en gaat er een deel van het zand uitvallen. Al het zand die uitvalt, kun je terug niet overscheppen. Minder fase op het einde, dus kleinere ogen. We hebben dus eigenlijk drie belangrijke regels in het lopende golf. De eerste is dat zandverlies door de wind. Dat willen we beperken. En dat kan door de verzwakking van het elektrisch signaal te beperken. E-trein mag geen zand verliezen. Tweede, het overladen is optimaal voor gelijke snelheden. Dus die elektrische en de optische golf moeten aan dezelfde snelheid door die fasemodulator reizen. En een derde iets is dus het zandverlies door die spoorovergang beperken. Dat houdt eigenlijk in dat we die driver-modulatorovergang gaan optimaliseren. Nu, dit zijn de drie regels voor ieder Maxene-modulator. Dit gaat altijd. Laten we nu eerst een keer kijken hoe dat wij onze Maxene-modulator gaan maken. En dan kunnen we die drie regels toepassen. Stond al in de titel, we gaan silicium-gebaseerde modulatoren maken. Het idee van silicium-fotonica stamt eigenlijk uit de jaren 60-70. En men wou eigenlijk het productieproces voor elektrische chips, die dus voornamelijk vindt in computers en in smartphones, hergebruiken voor optische chips. Dus met andere woorden, een optische vezel op een chip om het licht te gaan beïnvloeden.
Je ziet hier silicium, computerchips. En dit is eigenlijk de doorsnede van zo'n optische chip. We hebben silicium, dat is hetzelfde basismateriaal als de optische. En we leggen er siliciumdioxide op. Siliciumdioxide is kwartsglas. En je ziet hier een heel klein streepje silicium. Als we doorsneden maken, is dat eigenlijk een lange streep silicium. Dit is een golfgeleider waarin het licht gevangen wordt. Dit is het spoor voor onze O-trein, onze optische trein. We hebben een fasemodulator nodig natuurlijk, want we willen Mach-Zehnder-modulatoren maken. Dus gaan we hier een soort van vleugel van silicium maken aan onze golfgeleider. En hier ziet u dan het silicium en daar maken we een metaalcontact. Aan de andere kant doen we exact hetzelfde, maken we ook een metaalcontact. Nu, door een spanning over dat, wel, het silicium is ook gedopeerd. We hebben hier eigenlijk een P-gedopeerd silicium, dus vervuiling, en een N-gedopeerd silicium, een andere soort chemische vervuiling. En door nu eigenlijk een spanning te zetten over die metaalcontacten, kunnen we de lichtgolf hier sneller of trager doen reizen. Dus met andere woorden, de metaalcontacten zijn de sporen voor de E-trein en het middenste is het spoor voor de O-trein. We zijn nu natuurlijk wel al een beetje experts geworden in Mach-Zehnder-modulatoren, dus jullie weten dat een Mach-Zehnder-modulator twee fasemodulatoren heeft. Dus we kunnen dat heel gemakkelijk uitbreiden door hier twee van die soorten golfgeleiders te zetten. Goed, laten we nu een keer kijken naar de drie regels. We gaan vooral spelen met het metaalcontact, de breedte ervan, de afstand ertussen en dan de lengte van de modulator. De eerste regel was het zandverlies door de wind. Wat dat eigenlijk inhoudt, die minimale verzwakking van het elektrisch signaal. Dat wil zeggen dat we de W en S moeten optimaliseren en de lengte van de modulator minimaal nemen. Want korte sporen, kan er weinig zandverlies zijn door de wind. Tweede is het overladen aan die correcte snelheden. Dus de elektrische en de optische golf moeten even snel zijn. Terug, dat kan door de W en de S optimaal te maken en door de lengte minimaal te maken. Want korte rails zorgen ervoor dat die treinen die aan een verschillende snelheid rijden, niet zo ver uit elkaar kunnen. Laatste is het zandverlies aan die overgang beperken. Dus die driver-modulator-overgang, die moet geoptimaliseerd worden. Dat is heel belangrijk aan de driverkant, maar ook aan de modulatorkant. En daar moeten we dus vooral die W en die S gaan optimaliseren. Nu, dit is dus het recept hoe we de W, S en L moeten kiezen. Het probleem is dat dit vrij gevaarlijk is. Want we zien hier die minimale lengte. De minimale lengte is nodig dat zand optimaal wordt te scheppen. Want we willen geen zandverlies doordat de treinen aan verschillende snelheden reizen of doordat er zand wegwaait. Maar we willen wel voldoende lange sporen om zand over te kunnen laden. Dus we zitten eigenlijk met een tegenstrijdige eis. De oplossing daarvoor is om de Mach-Zehnder in stukjes te knippen. Dan is in plaats van een heel lange Mach-Zehnder korter stukje en een ander korter stukje. Dus nu rijdt er hier over één E-trein, over het tweede stukje rijdt er een andere E-trein en over de volledige lengte rijdt dezelfde O-trein. Dus minder zandverlies door wind en grotere ogen. Terug naar de treinen. E-trein 1 begint volgeladen met zand en het zand wordt overgeladen tot op het einde van het spoor van E-trein. We hebben al redelijk wat zand kunnen in de O-trein overladen. O-trein rijdt door, komt naast het tweede spoor terecht en daar zal E-trein 2 zand overladen. Uiteindelijk hebben we heel weinig zandverlies gehad door de wind. Dus we hebben een hele grote hoop zand in ons O-treintje, dus zeer grote ogen. Nu, we moeten niet dezelfde soort zand in die E-treinen steken. We kunnen verschillende soorten zand in die E-treinen steken. We kunnen met andere woorden verschillende data versturen via die E-trein. Als ook, u zag het al een beetje in de figuur, die E-treinsporen die mogen verschillende lengtes hebben. Het ene spoor mag langer zijn dan het andere. Dat geeft een extra vrijheid. We kunnen alle oneven bits die we willen versturen, alle oneven data, in de eerste E-trein steken en het spoor van E-trein 1 iets langer maken. Dus we hebben
zeer grote ogen. E-trein 2, daar geven we alle even bits aan mee. En dat spoor maken we een beetje korter. We krijgen kleinere ogen. Nu, die worden allemaal gedumpt in die O-trein. Die worden daar als het ware opgedaald. En in die O-trein levert dat plots 4 niveaus op. 2 bits in één keer. We kunnen met andere woorden 2 keer meer data versturen. En dat is voor die datacenterverbindingen natuurlijk een droomscenario. Laten we nu een keer kijken naar de echte implementatie in silicium. We hebben via uitgebreide simulaties en berekeningen de W, die S en die L geoptimaliseerd. En dan zien de finale modulatoren er zo uit. Het lange segment is 2,25 mm, het kort segmentje is 1,2 mm. Hier de verbinding van de driver, mooi geoptimaliseerd, ook mooi op één lijn. Dan de kwadratuurinstellingen, herinner u nog, die waren kritiek voor de kwaliteit van de ogen. Ingang, uitgang, dus het licht valt hierin, gaat helemaal terug, gaat door de lange modulator, keert terug, gaat dan door de korte modulator en gaat dan naar de uitgang. Oké, dan de metingen. Hier hebben we de efficiënties, de verliezen. Dit hier zijn de snelheden. Het rode is gesimuleerd, het blauwe is gemeten en we zien dat de metingen iets onder de simulatie liggen. Wat we eigenlijk wel zeggen dat we iets te optimistisch waren in de simulatie en dat de modulatoren uiteindelijk iets minder snel zijn dan verwacht. Tot zover de modulatoren. Dit was ook maar de helft van het verhaal. We gaan nu een keer kijken naar de drivers. Nu, wat moesten die drivers exact weer doen? Wel, ze moesten van een heel klein oog een heel groot oog maken. En liefst aan heel hoge snelheden, met een heel hoge zwaai, wel een heel grote oog. En als het ook nog een keer kan, aan een laag energieverbruik. Ik moet u niet vertellen dat deze twee eisen heel veel energieverbruik vergen. Dus we zitten hier weer met een tegenstrijding. Laten we daarom overschakelen naar een versterker die we wel kennen. Een geluidsversterker. Ik heb er een klassiek exemplaar genomen. Maar dit soort versterkers gaan eigenlijk van een heel klein geluidssignaal een heel groot geluidssignaal maken. En liefst zonder vervorming. Want je wil niet dat je muziek en je spraak raar gaat klinken. Nu, die zonder vervorming kost heel veel energie. En wij willen dat een 0 laag is en een 1 hoog. Want dat de rest gebeurt, kan ons eigenlijk niet interesseren. Met andere woorden, wij kunnen versterkers gebruiken met zeer veel vervorming. Niet lineaire versterkers. En zo kunnen we het energieverbruik wat dempen. Hoe ziet de architectuur er dan uit? We hebben een ingangstrap die het signaal binnenneemt, een voorversterker en een uitgangstrap. Hier gebeurt alle magie. Dus die gaan we van dichterbij bekijken. Dus we gaan van een klein signaal in die uitgangstrap een groot signaal maken. En u ziet hier de ingangs-uitgangskarakteristiek. Dus een klein beetje negatieve spanning wordt onmiddellijk een zware 0. En een klein beetje positieve spanning wordt onmiddellijk een zware 1. Er is niet echt ergens iets tussenin. Als we dan de modulator aansturen, dan krijgen we aan de uitgang van de modulator of aan de ontvanger dit oog. Ziet de flanken iets minder stijl, maar heel mooi. Stel dat die modulator eigenlijk niet snel genoeg is. Of stel dat de ontvanger niet snel genoeg is. Wat dat in de realiteit zeker kan gebeuren. Dan zou het kunnen dat het oog er zo uitziet. Die overgangen tussen 0 en 1 zijn zeer traag. Je kunt dat wel compenseren aan de ontvanger, maar je wilt ook wel iets kunnen doen aan de zender. Het probleem is natuurlijk wel dat we die zender net voor, die driver toch net voor energie geoptimaliseerd hebben en die kan 0 en 1. That's it. Dus we hebben toch wel enige compensatie nodig aan de driverkant. En dat kan door de uitgangstrap te splitsen. We hebben nu een gedeelte die een heel hoge zwaai kan genereren, dus een heel laag energieverbruik kan hebben. En we hebben een tweede gedeelte met een benadrukte flank. Dat houdt eigenlijk in dat we het ingangsoog hier gaan versterken. En in dit gedeelte, het onderste gedeelte, gaan we die flanken gaan benadrukken. Je ziet, die zijn veel sneller en die vertonen hier een piek. Nu, door die twee samen te voegen en door die contributies of door die bijdrages van beide delen te regelen, kunnen we aan de uitgang heel veel of net heel weinig pieken gaan introduceren.
introduceren. Dus als we het niet nodig hebben, introduceren we geen pieken. Dan kunnen we een betere energie-efficiëntie halen. Als we het wel nodig hebben, wel, dan kunnen we het ook wel doen. Dus dit was ons originele oog. Dankzij die pieking kunnen we er nu zoiets van maken. Goed, dit is een beetje overdreven, maar het maakt wel duidelijk dat die pieking cruciaal is om die flanken te gaan benadrukken, om die flanken te verbeteren. Dit is de gefabriceerde driver, dus het effectieve hoge snelheidsgedeelte is 0,4 bij 0,2 mm. En op de driverchip hebben we 4 kanalen naast elkaar gezet. We kunnen 4 modulatoren tegelijkertijd aansturen, oftewel gaan we 2 kanalen gebruiken voor onze 2 segmenten. Dan kunnen we de driver en de modulator samen integreren. U ziet ze hier. Of op een microscoopfoto hebben we de driver, de modulator, het korte segmentje, het LSB, het lange segment, het MSB. En u ziet die driver-modulator overgang, die hele dunne gouden draadjes, die zijn eigenlijk op minimale lengte, veel korter kan niet, en zijn eigenlijk perfect gemaakt. Dan natuurlijk het moment supreme, onze ogen, onze PAM4-ogen. En u ziet mooi die 4 niveaus, mooie open ogen. Enkel op de hoogste snelheden zien we dat dit toch op het randje is. Dit is de snelheid waarbij er dus, of waar dat het equivalent 20.000 HD Netflix streams tegelijkertijd is. Ook een foto van de meetopstelling. Je ziet hier het elektrische ingang. Deze metalen blokken, daarop zit een glasvezel vast, die dan schijnt op het optisch gedeelte. Concreet kan ik dus dit deel samenvatten door te zeggen dat de segmentering van die lopende golfmodulator in combinatie met dat zeer zorgvuldige modulator driverontwerp een zeer vermogensefficiënte PAM4-generatie aan heel hoge snelheden kan realiseren. Maar u zag ook al dat die modulatoren dat een beetje op het randje was. En in de toekomst gaan we nog snellere optische verbindingen nodig hebben. Dus dan begint de vraag wel een beetje reizen, die modulatoren, hoe kunnen we die nog sneller maken? Wel, als we die nog sneller dat zand gaan moeten overscheppen, dat gaat enkel maar leiden tot meer zandverlies. De oplossing is om muren te plaatsen. Zo kan de wind minder zand doorgaan, maar kunnen we wel maar op heel bepaalde plaatsen overscheppen. Nu, dit kan wel leiden tot hogere snelheden. In layout ziet dat er als volgt. We hebben dus hier 6 overschepplaatsen. En het witte gedeelte ertussen, dat zijn eigenlijk de muren. Daar is er niets op aangesloten, daar is er geen fasemodel. De E-trein, de elektrische trein, rijdt op dit metaalcontact en op het onderste metaalcontact. En als we nu kijken naar alle afmetingen waarmee we kunnen spelen, we kunnen spelen met de lengte van de modulator, de breedte van de metaalcontacten, de afstand ertussen. We kunnen ook gaan spelen met de lengte van de segmenten en de afstand tussen segmenten. Met andere woorden, we zijn van 3 parameters waarmee we kunnen spelen naar 5 parameters gegaan. En nu kunnen we dus meer vrijheidsgraden gaan gebruiken om aan onze 3 regels te voldoen. Het probleem is wel dat meer ontwerpvrijheid vereist wel een doordachtere aanpak. Want voordat je het weet, ben je met iets bezig en zit je eigenlijk ergens op een suboptimaal punt. Dus daarom wil je bij deze structuur zeer gerichte vereenvoudigingen te doen om heel goed te snappen waar je mee bezig bent. En een eerste vereenvoudiging was eigenlijk in plaats van die heel complexe metaalstructuren met die aftakkingen. Je kunt er heel veel formules over schrijven, maar wij hebben dat gewoon gemodelleerd als een vertraging. Dus het elektrische signaal komt aan, gaat naar het eerste segment, wacht dan een beetje, gaat naar het tweede segment, wacht dan een beetje, gaat naar het derde segment, enzovoort. Het optisch signaal, dat is ook een beetje hetzelfde, die gaat van segment naar segment, dus daar kunnen we ook een vertraging voor gebruiken. De vertaling tussen het elektrisch en het optisch domein, dat kunnen we heel eenvoudig voorstellen door een vermenigvuldiging. Dat gaan we grafisch voorstellen door een driehoek. We gaan dus een elektrisch signaal vermenigvuldigen met een bepaalde factor. En dan wordt dat in ons model een optisch signaal. Een optische fase die we allemaal kunnen optellen. Voor sommige mensen onder ons wordt dit toch wel een heel duidelijke structuur. Gaat er misschien ook een aha-erlevenis zijn? Want dit is eigenlijk een digitaal filter. En dat wordt in de elektrotechniek al decennia gebruikt om net die ogen beter te maken. Om die onstijle flanken, die hele slechte flanken,
scherper te maken. Dus dit is een basisblok van een link, zowel elektrisch als optisch, die je vaak vindt voor de driver of na de TIA. Enkel en alleen zit het nu niet ergens op een andere plaats, nee, het zit in onze modulator. Dus we kunnen dit gebruiken om onze modulator sneller te maken. Maar laten we eerst een keer kijken hoe het gewoon werkt. Herinner u van de drie regels, was er één regel die zegt dat de elektrische en de optische golf op dezelfde snelheid moeten reizen. Met andere woorden, als die dezelfde afstand moeten afleggen, dan zal die TE en die TO, die vertragingen, hetzelfde zijn. Dat kunnen we dus paarsgewijs allemaal schrappen. En dan houden we geen vertraging meer over en worden die zes vermenigvuldigingen samengevoegd tot 6 keer 1 vermenigvuldiging. Dit is het standaardgeval, hoe je een normale modulator ontwerpt. Stel nu dat we zo doen en tussen het tweede en het derde segment een kruising introduceren en wat extra vertraging. Het zal er dus voor zorgen dat deze twee segmenten plots een negatieve bijdrage krijgen en deze twee plots in de positieve arm terechtkomen. Deze twee kunnen we nog steeds samennemen, want die zijn hetzelfde. Dus deze twee worden dan -2 keer. Ja, deze 4, dat blijft hetzelfde, dat wordt gewoon 4 keer. En in dit gedeelte hebben we die TE en die TO, die kunnen we nog steeds schrappen. Die blijft. We krijgen deze structuur. En dit is een textbook voorbeeld van zo'n digitaal filter. Nu, dat mag hier allemaal wel vrij goed zijn, maar uiteindelijk... Het ziet er vrij complex uit. Hoe ziet dat eruit in de modulator? Wel, in de modulator ziet dat er verrassend eenvoudig uit. Het enige wat we eigenlijk moeten doen, is de optische sporen, de optische golfgeleiders, kruisen. We hebben dat gedaan, weliswaar niet met 6 segmenten, maar met 10 segmenten. En zonder die kruising, zonder egalisatie, zien we een normaal oog. En met die egalisatie zien we die heel sterk benadrukte flanken. Die FIR-filters. Digitale filters zijn een nog krachtigere techniek dan hetgeen ik daar straks getoond heb voor de driver. Als we nu een bandbreedtebeperking toevoegen, dus iets die flanken minder stijl maakt, dan ziet u dat zonder die kruising dat oog niet zo heel goed uitziet, maar met die kruising dan hier eigenlijk nog een mooi. Dus we hebben eigenlijk een zeer plaats- en energie-efficiënte manier gevonden om modulatoren sneller te maken. Dus dit deel kan ik dus samenvatten door te stellen dat die gerichte analyse van de slow wave modulator, die heel goede vereenvoudiging, en door het toepassen van elektrische concepten in het optisch domein, dat we egalisatie zeer efficiënt geïntegreerd hebben in de modulatoren, snellere modulatoren. Concreet kan ik dit doctoraatsonderzoek dus als volgt samenvatten. Dankzij het zorgvuldig elektro-optisch co-ontwerp kunnen we zeer vermogensefficiënt PAM4-generatie maken. Hoge snelheden en hebben die egalisatie in die modulatoren kunnen ontwikkelen. Beiden leiden tot snellere, efficiëntere optische verbindingen in datacenters, die de groei van datacenters en de groei van het internet mede mogelijk maken. Dank voor uw aandacht.